We kunnen er samen voor zorgen dat het virus teruggedrongen wordt. We kunnen op deze manier samen ervoor zorgen dat iedereen in school zich veilig voelt. En we kunnen er op die manier ook voor zorgen dat de school zo lang mogelijk open blijft. Want dat merk ik sinds de zomer. Iedereen is ongelooflijk blij dat we weer naar school kunnen. En ik denk dat veel mensen er heel wat voor over hebben. Ook door het dragen van een mondkapje om ervoor te zorgen dat dat zo blijft. Op het moment dat de les begint hoeven ze het mondkapje niet op te hebben. Dan lopen ze vervolgens naar de pauze toe. De weg naar de pauzeplek hier naar de aula toe hebben ze een mondkapje op. Maar op het moment dat ze gaan zitten om hun brood te eten, dat is natuurlijk ook bijzonder praktisch. Dan mogen ze een mondkapje weer afdoen. Dus ik schat dat het elke keer gaat om maximaal 5 minuten dat leerlingen een mondkapje op hebben. Ik denk dat het toch veiliger is als je langs zoveel leerlingen komt, zeg maar. En je weet ook niet of iemand in een gevaar of een risicogroep zit, of een ouders of zo. Dus ik vind het wel goed. Uiteindelijk is dit geen permanente oplossing voor de pandemie, zeg maar, die aan de gang is. Maar ik vind wel dat het hopelijk, want ik ben geen deskundige, helpt met het tegenhouden van de verspreiding van het virus. Dus ik vind het redelijk belangrijk. Dus als je dan met z'n allen op de gang loopt, vind ik het wel een goed idee om dan de verspreiding van aerosolen en zo wel zoveel mogelijk tegen te houden natuurlijk.